Dat was de eerste weer van het nieuwe seizoen. Hoe voelde het voor je? Ja, wel goed. Deze wedstrijden natuurlijk zijn om fit te worden. En ja, het is de derde, ik denk de derde training. Derde, ja, één oefenwedstrijd. En, fit worden is het belangrijkste en dat doen we nu. En hoe zit dat? Hoe is de zomer voor je geweest? Ja, wel lekker. Ik ben er tussenuit geweest. Na een paar weken natuurlijk wel begonnen voor mezelf om fit te worden. En ja, dat is aardig gelukt. Je bent nooit topfit. Dat moet je doen met het voetbal en daar zijn we nu mee bezig. Ja, lekkere tijd wel gehad dus. Ja, zeker. Mooi. Hey, dan komt zo'n testdag. Hè? Op dinsdag komt iedereen terug. Ja. En hoe doe jij dan in die testen? Top of the group? Niet per se. We hebben krachttesten gedaan, conditionele testen. De jongens die internationals zijn, die zijn vandaag teruggekomen. En ja, was wel pittig, moet ik zeggen. Hoe blik jij terug op jouw eerste seizoen? Ongekend succesvol natuurlijk met de club, kampioen geworden meteen. Wat overheerst bij jou? Natuurlijk blijdschap. We zijn kampioen geworden. Dat is teamprestatie. En daar moet iedereen blij mee zijn. Als individu, in het begin van het seizoen heb ik heel veel gespeeld. Ik denk ook goede wedstrijden gespeeld. En ik denk in het tweede seizoen zelf ging het wat minder, heb ik minder gespeeld. Ja, het is nu aan mij om goed uit de vakantie terug te komen en te laten zien dat ik gewoon de basis hoor. Heb je het gevoel dat qua pickorde nu start er een nieuw seizoen, dat inderdaad dan nu misschien net andersom is? Dat je echt eerst je plek moet zien te veroveren? Ja, ik weet het niet. Ik weet van mezelf wat ik kan en dat moet ik laten zien. En als ik dat laat zien, dan denk ik dat ik gewoon bij de eerste helft hoor. Maar dat is nu aan mij om te laten zien en ja, daar ga ik mijn best voor doen. Heb je voor jezelf een verklaring voor waar het hem in die tweede seizoen zelf in zat? Ja, niet per se. We hadden gewoon goede buitenspelers. Op een gegeven moment speelde ik op het middenveld ook. En toen deden de buitenspelers het ook gewoon heel goed. Moet ik zeggen, ze waren heel productief. En dan is het moeilijk om je terug te spelen. Ik deed het goed op de trainingen. Ik denk de wedstrijden die ik had gespeeld aan het einde heb ik ook goed gespeeld. En, ja, het was moeilijk, maar het is nu aan mij om te laten zien dat ik gewoon de basis hoor en dat ik in de basis kan blijven. En dat gaan we zien. Ten slotte, er was aan het eind van het seizoen was er wat speculatie. Gaat de trainer blijven of niet? Nou, hij is gebleven. Ja. Hoe belangrijk is dat ook voor jou? Sorry? Hoe belangrijk is dat ook voor jou? Dat het slot blijft? Heel belangrijk. We weten wat we aan de trainer hebben. Hij is heel duidelijk hoe hij wil spelen. Hij legt ons heel goed uit voor elke tegenstander. En ja, ik denk dat we blij mogen zijn dat hij is gebleven.